Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van de... Ik wil Pokémon zeggen, maar Sander, jij straalt ook Pokémon uit. Nee, bij de Mario Generations. En de tijd oh, gaat... Oh, meteen is mijn schuld weer, hoor. Nee, 2, nou, dan 1, ga ik gewoon nu beginnen in. Boeien. Nee. Nu heb je me boos gemaakt. Oké. Okay. Oh, wel mee, ik hou van je. Is het oké? Oké, gelukkig. Ik was al even bang. Nooit is rustig boos zijn. Je moet altijd weer... van mensen gaan houden dan meteen en zo. Nee, vind ik niet zo heel erg. Liever hou dan boos. Dat klopt, ja. Dan heb je wat. Konijn, hou stilstaan. Vast. ik snap hem. Dat is gewoon niet eens. Dat is gewoon niet eens grappig. Maar ik heb het wel geprobeerd. Daar gaat het om in het leven of zo, weet ik het. Heb jij dat konijn al gevangen? Volgens mij hoorde ik jou daar wel over. Volgens mij kon ik hem niet vinden, dat konijn überhaupt. Dus toen dacht ik, oh, dat komt pas laat in de game. Maar nu ik hoor dat jij hem wel kunt, nu denk ik, oh, hè? Au. Oké, dat valt mee. Volgens mij komt het. Zo. Ik dacht dat hier ook zo'n toot ergens zou staan, maar... Dood, oh, die ken ik. Die is van Mario, volgens mij. Dat klopt, ja. Yo, ik ben zo'n slim koppie. Dat klopt, ik ben zo'n big brainer. What the fuck? Hoe kan dat nou weer, Sander? Waar heb je dat geleerd? Ja, dat verwacht ik zelfs ook niet, weet je. En dan gebeurt het ineens. Heel ziek. Zoals ze dat noemen in het Nederlands. Nou, zo noem jij het in het Nederlands, denk ik. Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Okay. Ja, waar was die? Oké, ik ga gewoon... Oh, kun je hier ook uit? Ik weet niet welk level je doet, Sander, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Nee, ik bedoel uit een kanon, zonder af te vuren. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik oprecht niet. Oké, nou maakt niet uit. Ik ben er nu soort van uit. Alleen ik heb wel afgevuurd. Alleen heel safe gespeeld. Ja, je moet toch iets. Prima toch, ja. Zolang ik niet dood ben en ik kan nog zo'n rode coin pakken, dan vind ik het allemaal best. Hoeveel sterren heb jij nu? 33. Oh, fuck. Nou, dat is wel oevers voor mij. Anders. Ik wil de camera steeds bewegen. Wist jij dat? Precies waar jij het zo net ook over had, of vorige aflevering. Ja. Wist jij dat Mario's niet zo heel erg fan zijn van. Lava? Oh. Blijkbaar zijn Mario's niet zo fan van lava. No to self. Oké, dus in het lava springen met je Mario. Oké, ja. Wat doe ik? Volgens mij ook hier. Nee! Oh, oké, ik krijg geen fall damage. Mooi. Mensen niet in dit level, misschien in andere levels wel. Weet ik eigenlijk niet hoe dat zit in deze game. Ja, volgens mij is er wel iets van fall damage, hoor. Ja. Dat dacht ik dus ook. Oh, dat wist ik niet. Ik ben gewoon fucking hard genaaid door de game. Holy shit. Nou, als je dit terugkijkt, snap je wat ik bedoel. Ja. Dat duurt dus nog, ja. Voordat ik dat snap. Dat klopt, ja. Is dat... Wajo, dikke lek. Waar is die pilaar? Bij de P. Oh ja, nu ga ik... Oh, bij de P van Pilaar. Ja, tuurlijk. Oh, dat had ik kunnen weten. Welk level doe je nu dan, Sander? Ja, nog steeds snow. Alleen die red coins. En ik weet dat er een red coin bij een pilaartje zit. Maar ik kan hem nu ineens niet meer vinden. Dat was de eerste die ik zo net had. Zo'n beetje. En nu denk ik van, yo, waar de fuck is een pilaar? Bij de P van Pilaar. Hier.
Ja, nou, dat valt niet echt te zien. Oh, daar. Oké, ja, daar kan ik wel komen. Kan ik wel komen. Moet ik wel... Oh, ja. Het is niet allemaal glibberig en glad. Dat is zo kut. Ik hoop maar dat ik een beetje niet dood ga. Oh, ik ga helemaal niet dood. Dat is heel ziek. Wow, dat is heel ziek. Dikke cheats. Hey. Ik zit hier gewoon mijn best te doen. Je gaat niet zeggen dat ik cheat. Nou ja, dat ga je wel zeggen. Ja. Dat deed je zo net, maar... Ik weet niet, hè. Ben je dat vind ik niet... Vind ik niet acceptabel, zeg maar. Dat vind je niet zo poch. Waar is nou die ster weer? Ik heb wel een filmpje gezien waar die is, maar ik weet nog steeds niet waar. Oprecht, ik weet niet waar. Oh, dat heeft ook echt niks geholpen. Oké, nee, fijn, nee. Ja, dat is sorry. Nee, niet doodvallen. Nee, dat meen je. Ah, oh, dat is kut, ja. Dat is echt kut. Dat is een beetje wat er zo net bij mij gebeurde, waarvan ik zei van, dat zie je later pas dat de game me naaide. Toen had ik zeg maar ook mijn objective gehaald. Alleen toen ging ik ook dood, omdat ik in de lava viel. Ja, wat een gast. Ik wil gewoon leven. Maar Sander, ja. Daarvoor moet je een leven hebben. Dat betwijfel ik ook met het moment dat ik dit spel speel meer. Maar... Wat een kutzooi. Ja, maar ja. Verder hebben we het wel leuk. Nou, spreek voor jezelf alsjeblieft. Want, nee. Oh. Oh, dit schade is beperkt, boys. Schade is beperkt. Mag ook wel een keertje trouwens. Dat klopt, ja. Dit nummer 2, dan heb ik er weer één gemist, zeker. Hij telt gewoon op wat je pakt, hè? Ja, weet ik. Hoe kom je maar dan zo net van... was dat de derde. Oh, zo, oké. Oftewel, dan heb ik er één gemist. Oh, dit is veel sneller. Oké, nou. Dat is 3. Mario, geen sliding. Geen sliding. What the fuck, gast? What the fuck? Oké, jumping over de snowman. Do you wanna build a snowman? Nee, helemaal niet. Ach wel. Oké, je hebt me door. Ik heb er nu al wel 4, dus volgens mij heb ik er geen gemist. Dan heb ik gewoon verkeerd geteld. Dus dat was gewoon weer aan het mouwen voor niks, zeg maar. Nou ja, nee, ik dacht dat ik ervoor... Oh. Ik moet even opletten voordat ik dood ga. Dat is best een idee. Vind je dat oké? Nee? Nou, pech. Ja, ik werd weer genaaid door de game. Weer op hetzelfde punt. Je hebt tenminste al een aantal sterretjes voorsprong, dus jij kunt wat tanken. Nee, ja, maar ik wil gewoon dat ik van deze game af ben. Ja, ik krijg ook. Oké. Gaat wel lang duren, maar... Het is in ieder geval safe, en ik... Hou wel van safe. Oké. We moeten straks even kijken. Waar de hel is dat ding? Die ster. Goed opletten. Ik vind dit leveltje ook gewoon verwarrend hoor. Dat ijslevel. Ja, dat is ook een verwarrend level. Ja, dat vind ik ook. Want, nee. Nee, dat meen je. Mario, ik haat je zo intens. Godver... Dan slide hij en dan denk ik van, gast, vroeg ik je dat? Nee. En hij denkt, ja. Maar ik denk, nee. En wie moet Mario luisteren? Naar mij. En ook alleen naar mij. Zo. Dat hij dat maar weet. Echt, hè? Wat een vuile bits. Toch? Ja, nou. Zo zou ik het wel willen noemen, ja. Nee. Oké. Mr. Mario, kan je pakken aan red coin? Het liefst 8 trouwens, als je dan toch bezig bent. Boeie nee? Boeie oh, oké. Okay. Het doet gewoon weer moeilijk. Nee, oké. Oh, hier is... Ik kan ook nu eerst die doen, maar die is... wel gevaarlijk. Twijfels. Pittig gevaarlijk is die.
Ik ben ook gevaarlijk. Dat is mijn achternaam zelfs. Sander Gevaarlijk. Ja. Wow. Ik heb altijd YouTube mensen laten geloven dat het met een B begint. Maar dat is helemaal niet zien. Nee! Game over ook nog echt. Moet ik hele stukken opnieuw lopen. You wanna build a snowman? Sick. Because I'm pretty tired of snow right now. Ja, nee, best wel oprecht. Yo, snowman? Ik kom eraan. En dit keer ga ik je inmaken, gast. Ga tegenspreken, ga ik jou tegenspreken. Kaboom. Kaboom. Heel ziek. Nou, ik wou het zelf. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Land. Ja, hij landt wel, maar niet op waar ik wil dat je landt. Dat is ik ben nu een kut level aan het doen, dat is niet te geloven. Oké. Ja, dat is kut. En een level. Ja. Dat is het. Ik wist niet trouwens dat Mario ook een kutwereld had. Echt, all over the place, die kutwerelden. Hij heeft er wel meerdere, hij heeft er wel 100. Yo. Alleen niet dat Mario gay is. Hij heeft ook een Peach, hè? Oh ja, tuurlijk. Nou, ik heb wel plaatjes gezien. Daar gaan hij en Luigi ook wel heel erg goed, hoor. Roberto, sorry. Wat incest? Nou, zo zou ik het niet willen noemen, maar... Nee, twee broers, noem je geen incest? Nou, nee. Weet je, de een is groen en de andere draagt rood, dus... Oh ja, dan is het geen incest. Wat? Ja, toch? Nee, Mario, ik haat je. Weet je, zolang je verschillende kleren draagt, is het goed, weet je. En okay. Dat is iets wat de overheid niet wil dat je weet, weet je. En dat vind ik zo ziek aan die... Dus zo werkt dat in Urk? Ja, Urk, dat zijn allemaal woke mensen. Oké. Okay. Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Haha, joke, haha. Is helemaal niet waar, je moet gewoon niet aan incest doen. Oh. Ondanks dat sommige mensen wel durven te beweren incest, wincest. Maar dat is alleen voor Urk. En Volendam. Oh, ik dacht dat het de Sander Original was. Nee. Mijn brein kan iets langer nadenken dan 1 seconde. Weer niet vaak, maar... Toch zeker die 1.5. Ja, precies. Ja, jij snapt het. Hè? Hoezo heb ik vaak... Oh nee, dat zijn mijn coins. Nevermind. Nee, ik heb niks gezegd. Dat zei ik iets. Nee, ik zeg nooit iets. Dat is heel raar voor mij. Ik weet het. Oké, 4. Nummer 4? Ik heb je. Nu nog nummer de rest. Nee, niet doodvallen. Nou, niet. Oké, 5. Oké, dan hieronder was... 6. Oh, dit is... Oh, dan heb ik hem zo goed als. Ja, dan moet ik die ster nog vinden, want daar ging de vorige keer ook kut. Even opletten waar die span dan. Ja. Ik denk dichtbij het begin. Eigenlijk, omdat ik hem zo net niet kon vinden. En in de snowwereld is gewoon kut, dus ik denk in het begin. Ik denk dat hij ergens bij sneeuw ligt. Nee. Wel in het begin, oké. Nou, gelukkig zit ik nu iets gunstiger dat ik niet... Nee, ik hoef niet met je te praten, Pinguin. Ik vind je hartstikke leuk en zo. Je bent zo'n cutie guy, maar niet nu. Dat is wel weer heel heftig meteen. Ja, nee, ik onthoud het. Nee, maar het ging over de Penguin Guy, niet over de over jou. Ja, dat weet ik. Maar Penguin Guy is mijn man. Oh, nee. Oh. Waar? Where are you at, bro? Where are you at? Where are you adding? Hé, eindelijk een tyfus level gehaald.
Heilig ook nog wel. Nee. We hebben, hoe heet het, nog 10 minuten, Sander. What the fuck? Nu ben ik alweer dus kwijt waar die is. Daar, ik ben, nee, ik ben niet kwijt. Let dan eens is, op, jongen. Ik ben, ik weet niet hoe je daar moet komen, zeg maar. Oh, dat is anders. Nou, dat vond ik eigenlijk niet, maar als jij dat wel vindt. Dan mag jij hem voor mij gaan halen. Nee. Deze kant op moet. Maar ook daar zag ik hem niet zo 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Dit, dat vind ik ook zo kut aan de camera's. Je kunt er net niks mee. Ja, je kan er net niks zien, zeg maar. Ja. Je kunt niet goed rondkijken van, joh, waar zit hij nou eigenlijk? Dat klopt, ja. En dat vind ik niet acceptabel. Oh ja, dat ook. We gaan wel gewoon het hele mapje doorzoeken. Maar we moeten van die touwladders vinden. Oh. Hier helemaal, oké. Okay. Hé, hey, ik heb hem tenminste gevonden. Mario! Dat klinkt niet als lekker, Mario. Oké, okay, let's go. Misschien als ik... Ah, nee. Wat is de volgende? Kun je nog terug? Oh. Snowman lost his head. Oh, die, dat is zo'n kut level. Daar ga ik niet eens aan beginnen. Ik weet niet hoe die moet ik... Oh, ja, je moet zo'n sneeuw... Je moet in het begin zo'n sneeuwbal naar beneden gooien. En dan moet je er, zeg maar, eerder dan hem zijn. Ja, dat gaan we niet doen, hè? Ben jij helemaal mal? Weet je welk level het is nu? Ja. Nee, dat vind ik onacceptabel. Hier, als mijn camera nu gewoon kon draaien, dan kan je toch allemaal gewoon niet te zien. Die boel level, kan ik die niet ook gewoon doen? Ja, die kan je al heel snel doen. Die kan je van snel van het begin doen. Nee, volgens mij kwam ik hier eerder en toen was het zo van, oh, fuck. Dat lukt niet. Dus, alleen volgens mij moet je dan eerst één keer Bowser verslaan. Nee, okay. Want ik had Bowser nog niet verslagen toen ik die deed. Hè? Waarom weet ik niet waarom ik hem de vorige keer niet had? Je moet toch die boos verslaan en dan zit ineens zo'n kooi en dan kun je naar de level. Ja. Je hoeft maar één boe te verslaan aan de links achterin. Ja, ik heb hem al. Yo, hoe vaak moet ik deze trappen? Hoe vaak moet ik je trappen, gast? Boe's hand. Go on a ghost hunt. Ghostbusters! Who are you gonna call? Ghostbusters. Ghostbusters dus. Dat heb ik dus net gezegd. Je had Meteen die haat en meteen die haat. Oké. Okay. I'm good in at it. In de haat bedoel je? Ja. Yeah, lekker. Nee, Mario. Maak me niet dood. Maak me niet dood, boe. Ik... Dank je. Here we go! Nog 6 en een half ben ik schild? Oké. Okay. Sander, hoeveel sterren heb je? 18. Ah, je hebt precies de helft van mij. Ja, dat is al een tijdje zo volgens mij. Ja. Oh, dit is het oog. Ja, die is makkelijk. Ik weet ook niet of je daar meteen een ster voor krijgt, maar... Blauw munt. Oké. Oké. Nee, dat deed ik niet voor per se eigenlijk. Ilai lai, hiwakuwai, ohai, ohana. Oké. Wow, ik was bijna helemaal kapot. Tip, doe niet. Ik ben ook al een keer bijna... Ik ben ook al een keer echt helemaal geweest. En dat was niet... ja, niet chill, schijnt ze. De...
Zo. Oh. Wat? Ghost don't die? Ga je nou lopen zeggen dat je niet doodgaat? Yo, ik haat je. Jij doobie hating a lot of mensen. Nee, ik hou van ze. Alleen niet nu. Wow, yo, dit was heftig. Voor de mensen thuis. Dit was echt heftig. Oh, voor mij dus weer niet. Oh ja, wacht, ik ben ook gewoon thuis. Ja. Ik ben ook thuis. Het geldt ook voor mij. Heel ziek. In ieder geval voor alle mensen die dit hebben, die dit zien. Dus dan ben jij ook, Sander. Ah, nog niet. Ja, in de toekomst wel. Mijn toekomstige brein gaat dat wel zien. Nee, ik wil niet die kant op. Oké, dan gaan we wel die kant op. Sander, trouwens, als je een keer een leuke video van me ziet waar ik heel trots op ben op het editwerk. Kut, ik ben weer bijna dood. Waar ik heel erg trots ben op het editwerk is die video met Paddy van We Were Here. Dat was echt een vette video. Oh, ik heb hem nog niet gezien. Hoe kom ik daar boven nou weer dan? Met magie. Oh, waar is die magie dan? Dat krijg je door het inhaleren van magische poeder. Magische poeder. Ik heb echt op een schaal van 1 tot 10 niks aan jou. Nee. Fuck dat. Goeie. Hoe kom ik daar? Je moet sowieso iets doen waardoor je naar boven kunt. Dit lijkt er ook op alsof je naar boven kunt. Of ik kan die coins nog niet doen. Here we go. Get out of here. Ja, dus je moet wel naar boven. Lijkt me. Maar hoe dan? Misschien bij die piano die bijt. Oké, wacht. Daar kan ik je misschien wel mee helpen. Wat is de vraag? Waar wil je naartoe? Ja, naar boven. Hey, what the fuck? Oh, je wil gewoon naar de bovenste verdieping, bedoel je? Godverdomme. Hoeveel tijd hebben we nog? Nog 2,5 minuut. Oh, oké. Maar je wil naar de bovenste verdieping? Ja. Oh, dan moet je eerst iets doen. Wat moet je ook weer doen? Je moet beneden eerst iets doen. Je moet alle boosts in elke kamer beneden killen. Ah, oké. En dat is ook een kamertje daar je alleen maar kan komen vanaf de buitenkant. Ah. Hoi, dan heb ik je weer goed geholpen, Sander. Ja, dat is lief. Ik ga dit leveltje ook even proberen te halen. Wat, hetzelfde leveltje? Nee, dat leveltje heb ik allemaal al gehaald, maar... Ja, dat dacht ik al. Ik ben dit leveltje nog aan het proberen te halen. Kutzooi. Oh, red ik het nog? Nee, ik ben dood. Even kijken. Nee, nog... auw. Oh, dan ben ik game over. Dan ga ik zeker nooit het level meer halen, of wel? Nee, kut. Ik druk op het verkeerde knopje. Kut. Oké, nou. Nu ben ik wel heel ergens anders. Ik weet ook niet of ik dit allemaal al kan doen. Ik verbaas me echt hoe weinig ik heb onthouden van deze game. Sommige dingen zijn ook een kwestie van uitvogelen hoor. Ik heb dat bij mij ook. Ja. Nog 1 minuut. Ja, maar dat is op zich niet zo erg. Dat ik toch in een ding zit. En een level, maar... Ik kan niet, dus ik moet even snel naar een level toe. Alleen ik was de game overgegaan, dus misschien wel naar binnen lopen, weet je wel. Oké. 30 seconden. 5 coins. Die kant op. Rij naar Mario. Oké, nou. Oh, fuck. Verkeerde kant op. Nog 20 seconden. Kom op, snelle level in, Mario. 16, 15. Hier was 17. Ook zo'n boot, toch?
Okay, oh nee, je was alleen die piano. Oké. Okay, ik ben net op tijd een level in. 5 seconden nog. Oké, de tijd is in ieder geval over. Die bewegende stoelen en zo, zijn dat nou ook boos? Ja, toch? Nee. Oh. Maar hier waren zo net 2 boos en nu zie ik er geen. Weet je dat schilderijpuntje? Nee. Daar hoef je ook maar 1 boe te killen als het goed is. Oh, nu komt hij hier wel aan. Oké, hij zegt wel een tekst, dat is goed. Ja, dan moet je gewoon in alle kamers beneden die boe verslaan. En dan komt een grote boe in de main hall, zeg maar. Oh, wow. Ghost don't die. Ja, dat wist ik al. Wel lief dat je het nog even zegt. Voor dat onthouden. Waar ik wel eens van heb gehoord. Oh! Ja, ik zie het nu. Dit is naar boven. Lijkt het wel, of niet? Ah nee, dit is niet naar boven, maar dit is wel... Leek heel erg op even voor een momentje. Huh? Nou, deze... Ik word weer zo hard door de game genaaid. Ik ben dood. Ik mag niet meer verder. Nee, shit. Ga ik weer helemaal naar beneden? Ik ben nu bij 1. Er zit zo'n red coin en zo'n boe, zeg maar, naast elkaar. Maar dan kun je vallen. Dan ga je niet dood, maar dan ben je helemaal beneden of zo. Is heel raar. Ik zit even te denken. Ja, ik heb het even niet voor me. Heb je in alle dingen beneden, alle levels beneden, de boe kapot gemaakt? Nee, want die boe die fuckt dus steeds met me. En die zorgt dat ik niet. Dat ik er vanaf gegooid word. Dus ja. Dat. Even kijken. Hé? Dit is ook zo'n doolhof. What the fuck, gast? Oh, never mind. Ik heb het doolhof gevonden. Ik ben zo'n mastermind. Ik ben Mario. Ik ga naar boven. En dat is de tyfus slime. Oké. Goed om het te weten. Nog 1. Alleen deze nog. Zo net had ik deze als eerst, hè? Ja, zo werkt dat. Maar er zit ook nog een boe achter in de achterdeuren. Dat had ik verteld. Dat je alleen van de buitenkant kan komen. Ja. Die heb ik al. Oh, die heb je al. Eindelijk. Oh, je bent goed bezig. Ja, want toen ik viel, toen kwam ik daar ook. Volgens mij. Dus als het goed is, heb ik die al. Nee. Ja, dankjewel Mario voor het niet vallen. Shit, ik mis er nog wel 1. Oké. We gaan gewoon alles bij langs. Hier, geen boel. Geen Mr. Boeman. Hier ook geen boel. Hier heb ik Boos ook afgeslagen. Net had ik hier dus wel 2 verslagen, maar neem aan. Nou, ik kan hem. Oh, deze wel ook nog een keer zo'n kon. Ja! Ja, zie. Ik moest hier die 2 guys verslagen. Oké, dan kunnen we naar boven. Yo, word even kleiner alsjeblieft. Hey Boe, kun je kleiner worden alsjeblieft? Nee. Ik ben al heel klein, gast. Ik ben al heel klein. En nu gaat deze... Ja, precies. Nu wordt dit een trappetje. Nou, dan pak ik eerst deze ster wel. Dan doen we die red coins later. Zonder dat ik die nu al een paar heb verzameld. Maar goed. Hey, ik heb wel 19 sterren. En jij waarschijnlijk het dubbele. 37. Nou teken, dat ik op moet schieten.
In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie je heel graag weer bij de volgende aflevering. Vergeet Sander's kanaal niet te checken. Tot de volgende keer. Adios, amigos.